In de zorg is enorme vraag natuurlijk naar zaken als mondkapjes en desinfecterende handgel. Verschillende bedrijven die normaal hele andere dingen maken, springen nu bij. Zoals deze gordijnfabrikant. Dit is wat jullie normaal maken? Ja, zoals je ziet zijn wij dus een gordijnafdeling. Sinds 1982 doen wij dat, zeg maar. Dus we staan ook bijna 40 jaar. Ja, er worden ook nog gordijnen gemaakt hier in Genemuiden. Ze leveren ze onder meer aan ziekenhuizen en zorgcentra. En zo komt het ook dat een groot deel van het personeel nu bezig is met een totaal ander product. Mondkapjes. Vanuit de zorg, zeg maar, werden wij dus ook benaderd van jongens, kunnen we mondkapjes maken? Omdat ze gewoon niet meer te verkrijgen zijn. Na overleg met de opdrachtgever over de eisen waaraan de mondkapjes moesten voldoen, zijn ze hier nu bezig om er 60.000 te maken. Elk mondkapje wat wij maken en je kunt daar een mensenleven mee redden, dat vinden wij ook belangrijk. Ja, zeker dat we dat maar ervoor kunnen doen voor die zieke mensen. Ja, het is heel bijzonder voor ons. En is het heel anders dan gordijnen maken? Ja, heel anders. Ja, je gaat in één keer zit je de hele dag achter de naaimachine, zeg maar. En normaal dan sta je gewoon heel veel achter de machines. De mondkapjes die klaar zijn, gaan in afwachting van transport de kluis in. Want ook criminelen hebben hun oog op de schaarse spullen laten vallen.